Ik heb een wegenkaart gekocht. Kan ik je laten zien wat precies de route is die ik aan het afleggen ben? Lotte bezocht, terwijl ze ziek in bed lag, in het plaatsje Iselburg. En nu ben ik op weg richting het kuuroord, wat hier ligt, bij Meckenheim. Ik denk niet dat ze goed zitten, Thomas. Ik denk dat ze mee. Dit is niet het centrum. Maar dit is wel het centrum van Bad Nooienaar. Een plaatsje midden in het Eifelgebergte, zo'n 40 kilometer ten zuiden van Bonn. De plaats dankt haar naam aan de rivier de Aar. Bad Nooienaar kenmerkt zich door het grote aantal kuuroorden dat dankbaar gebruik maakt van het heilzame mineraalwater dat hier uit de grond komt. In Bad Nooienaar kan je zeer romantische weekendjes doorbrengen met je geliefde, maar het worden wel gezonde weekendjes. Want in dit hotel bijvoorbeeld kan je naar de sauna, massages krijgen, je kan badderen in thermaal water en ze hebben hele mooie suites. Voor een tweepersoonskamer in dit hotel betaal je gemiddeld €175. Maar voor de suite ben je wel iets meer geld kwijt. Deze enorme ruimte heb je voor €500 per nacht. Direct naast het hotel ligt het kuuroord, waar je binnendoor naartoe kunt. Dat is heet. Ja, ja. Mevrouw Siegmund, u vraagt mij momenteel onder de modder. Dat is de modder dat uit deze omgeving komt, uit de Eifel. Dat is de omgeving waarin wij ons bevinden. Modder van 1 miljoen jaar oud bevat allerlei fantastische werkzame stoffen. Als de modder op je lijf wordt gesmeerd is het zo'n 50 graden. Dat is eventjes even warm. Maar ik moet 20 minuten blijven liggen en dan is het keihard en het schijnt erg goed te zijn voor de doorbloeding. De volgende stap is een behandeling met sesamolie. Even bijkomen van de gezondheidssessie die ik heb ondergaan. Mevrouw Siegmund heeft me redelijk onder handen genomen, maar het is niet de enige behandeling die je hier kan krijgen. Nee, want je kan ook gezichtsbehandelingen krijgen, voetmassages. Je kan compleet in de modder zijn voor een half uur en dat er weer allerlei andere behandelingen bij komen. Kortom, ze verwennen hier echt. Ja, en mocht je er zelf nog niet van houden, toen het worden gemasseerd of je hebt geen zin in je thermale water te gaan, dan is het in ieder geval dat je vriendin wordt verwend. En het voordeel is dat het in het hotel is. Je loopt er direct je kamer in daarna. Na het kuren is het tijd voor de volgende accommodatie. Ik ben op weg naar Hof Geismar, een klein dorpje dat op 3 uur rijden van Utrecht ligt. Hier vind je een van de meest romantische plekjes van Duitsland. Het kasteel van Doornroosje. De gebroeders Grimm, schrijvers van de beroemde sprookjes, zijn in deze regio opgegroeid. De broertjes hebben zich bij het schrijven van het sprookje Doornroosje laten inspireren door dit kasteel. Waar je, als je geluk hebt, kunt rekenen op een warm welkom. Nog eens goed wakker worden. Het kasteel van Doornroosje in een torenkamer. Het is gebouwd in 1334. En er zijn 4 van dit soort torenkamers. Die grenzen aan de binnenplaats. Waar een aantal avonden per week door een toneelgezelschap het sprookje van Doornroosje wordt opgevoerd.